Er is ruim een half jaar geleden flink wat deurt naar buiten gekomen over misstanden op de sportafdeling van de NOS. Met name prominente Jack van Gelder en Tom Egbers moesten het daarbij ontgelden, maar oud-presentatrice Aiga Margadi heeft ook uit de school geklapt over het vermeende onbeschofte gedrag van Mart Smeets. Aiga voelde zich vernederd door Mart toen ze zich aan hem wilde voorstellen, vertelde ze destijds in de Volkskrant. Na een uitzending liep ik op een volle redactie op hem af. Ik stak mijn hand uit en stelde me voor. Hij staarde naar mij en mijn hand, pakte die vast, keek naar collega's om zich heen en zei: Wat moeten we hiermee? De ontkenning van Mart, in dezelfde krant, klonk weinig overtuigend. Ik had en heb geen idee meer dat zij bij de NOS gewerkt heeft. Ik kan me nauwelijks indenken dat ik die tekst heb losgelaten. Niets voor mij, ik hou van manieren en om die op die wijze geweld aan te doen. Maar ik ben veel herinneringen kwijt van het verleden. Wat een pech voor Mart, hij zat gisteravond in Cali Sophie uitgerekend op de dag dat het onderzoek naar de misstanden bij NOS Sport werd gepubliceerd. Daarover zegt hij: "Ik heb het niet meegemaakt, maar ik heb er misschien te kort gewerkt." Dat zou best kunnen. Feit is wel dat ik er niet altijd was, maar ik heb nergens iets gemerkt. Sidekick Raoul Heertje, als je dan niks gemerkt hebt, kan het dan ook zo zijn dat het is omdat jij een van die mensen bent die zich verkeerd hebben gedragen? Nee, antwoordt Mart. Dat kan niet, want zo ben ik niet. Dat zit niet in me. Ik heb gevraagd aan een van de mensen met wie ik nog steeds bevriend ben van studiosport: heb je mij ooit horen schreeuwen? En toen zei zij: had je het maar gedaan. Jeroen Pauw besluit vervolgens in te grijpen. Kijk, ik vind het een beetje lastig. Er heeft één verhaal in de krant gestaan van een presentatrice die een periode heeft gewerkt bij Studio Sport en die noemt ook jou in dat verhaal. Mart, klopt. Jeroen herhaalt het verhaal van Aïga. Eerlijk gezegd vond ik het beste naar stukje wat er over jou werd gezegd. Ze zegt: Hij pakt die hand op, hij kijkt rond en hij zegt: Jongens, wat moeten we hier nou weer mee? Ik vond dat bijzonder onsympathiek. Mart, ik vond dat ook ons etend vervelend om te lezen en ik kon me er niets van herinneren. Sterker nog, ik kan me helemaal niets van haar herinneren en ik denk dat ik er niet eens geweest ben. Sophie Hilbrand vindt dat Mart er een beetje omheen praat. Maar Mart, jij zegt eigenlijk, dit hele voorval, daar ben ik niet bij geweest? Dan herhaalt Mart wederom dat hij hier geen actieve herinneringen aan heeft. Niet dat ik mij kan herinneren. Ik ben oud en ik vergeet dingen, maar ik doe zulke dingen niet. Ik was ook nooit ochtends op de redactie.